Tot slot wil ik nog eindigen met enkele vuistregels voor het maken van een goede presentatie. Hou het functioneel en gebruik je presentatie ter verduidelijking of ter illustratie van je mondelinge presentatie. Gebruik contrasterende kleuren voor je tekst en de achtergrond, zodat de tekst altijd goed leesbaar is. Zorg ook dat de gebruikte letters goed leesbaar zijn en voldoende groot. Ook achter in de zaal moet de presentatie goed te volgen kunnen zijn. En een 24-puntsgrootte is eigenlijk een minimum. Zorg dat je op de verschillende dia's zoveel mogelijk dezelfde verschillende groottes gebruikt, zowel voor de titels als voor de inhoud. Gebruik kernwoorden of altijd zeer korte zinnen. Houd ook de tekst makkelijk leesbaar en gebruik daarom zo min mogelijk verschillende effecten zoals vet en cursief. Dit leidt eigenlijk meer af dan dat het je boodschap overbrengt. Beperk het aantal regels dat je op een scherm gebruikt tot 5 à 6. Als je te veel regels op een scherm wil gebruiken, wordt dat te druk en te onoverzichtelijk. Om je scherm bij een lager aantal regels toch goed op te vullen, kan je bijvoorbeeld de regelafstand aanpassen. Houd de regelafstand echter wel zoveel mogelijk gelijk met die andere schermen. Gebruik geen extra tekstvakken, foto's, vormen en dergelijke om je scherm vol te krijgen. Een scherm met slechts 3 regeltjes is eigenlijk beter dan een scherm met 6 regels en 3 plaatjes. Wanneer je effecten gebruikt om bijvoorbeeld een tekst in te voegen, of om van het ene naar het andere scherm over te gaan, dus de diawissels, hou ze dan zo simpel en zo homogeen mogelijk. Te veel verschillende en drukke overgangen leiden uw publiek af van het eigenlijke onderwerp van je presentatie. In verhouding tot de tijd die je voor je presentatie uitrekt, moet je de presentatie niet te veel vol schermen zetten. Je kan ervan uitgaan dat je gemiddeld zo'n 2 à 3 minuten per dia nodig hebt om je verhaal te vertellen. Een presentatie van 15 minuten bevat dan ook zeker niet meer dan 7 of 8 dia's. Een beperking van het aantal dia's leidt altijd tot een rustige en een evenwichtige presentatie. Geef op het einde ook de kans om je luisteraars zelf vragen te laten stellen. Hier moet je echter zelf goed op voorbereid zijn. Stel op voorhand zelf een aantal voorbeeldvragen op en beantwoord ze al voor jezelf. Een goede voorbereiding zal je zelfvertrouwen geven en dat straal je uit naar je publiek. Eindig stevast ook met een afsluitdia. Gebruik die om je publiek te bedanken voor hun aandacht en interesse. Uiteraard mag je hier nog informatie vermelden, zoals de titel en de auteur van de presentatie en eventuele contactgegevens. Ook is het handig als je hier vermeld waar de toeschouwers de presentatie eventueel kunnen downloaden. Als je je aan deze basisregels houdt, dan ben ik er zeker van dat je een keurige en professionele presentatie kan opstellen.